Nu zitten er ruim 1400 leerlingen op de werkplaats, die ooit begon in een kamertje met als enige leerlingen de vier oudste dochters van Kees Boeken. Met de jongste van de vier, Julia, gingen we terug naar Beeldhoven. Op 6 januari 1926 is de werkplaats begonnen in de benedenkamer die je hier voor je ziet, met dat kleine uitstekende bruine dakje. Onze ouders hebben ons van de Montessori, de vier oudste kinderen, teruggenomen van de Montessori school om idealistische redenen. En wat was de reden precies? De reden was dat ze geen belastinggeld betaalden. En toen was er net een nieuwe verordening gekomen dat schoolgeld betaald werd uit belastinggeld. En toen hebben ze dus mijn oudere zusters Helen, Emma en Paula en mezelf hier naartoe laten komen. We hadden alleen niets, dat was het enige probleem. Dat je vader je van school haalde, van een gewone school, en je thuis les ging geven in feite. Ik vond het prachtig, want er staat in een boekje dat moeder heeft of dat hij geschreven heeft, een boek, er staat, mijn jongste dochtertje zei, mijn vader gaat een schooltje beginnen en ik heb al een pen of een schrift en een potlood. Dus ik vond het prachtig. Mm-hmm. En vader had heel duidelijk ideeën over opvoeden en onderwijs. En hij had zo met Maria Montessori het kleutergebouw van de Montessori school ontworpen en ingericht. Mm-hmm. En daarom is ook het eerste materiaal dat gemaakt is door vader voor de werkplaats later helemaal ook eigenlijk voortgekomen uit de Montessori-leerlingen. Vader had heel veel dingen gemaakt hier al. De taaltoestellen, dat was een prachtige uitvinding. Wat was dat? Dat waren kastjes waar je op kon uitdrukken, waarop een werkwoord in het midden stond in een kast. En er waren aan de bovenkant, ik denk 4 rollen van metaal. En daar zaten strippen over geplakt. En links, ik weet niet meer, ik ben het vergeten, maar daar kon je hele zinnen mee maken. Maakte je vader alle leermiddelen zelf? Ja. Later hebben wij ook allemaal meegeholpen. Waarom weigerde je vader eigenlijk belasting te betalen? Belastinggeld omvat ook vandaag de dag nog, denk ik, geld voor de defensie. En vader was als Quaker tegen oorlog en geweldpleging. En toen hij daar dus problemen mee had, heeft hij op een goed moment geschreven. Ik wil dat geld, het geld voor defensie, wat bestemd is voor defensie, dat ligt bij mij klaar. Maar stuur me alsjeblieft bericht waar ik het naartoe mag sturen. Bijvoorbeeld naar de afdeling van onderwijs, de ministerie van onderwijs, of naar de afdeling van gezondheidszorg. Ja. Maar in ieder geval niet voor defensie. En toen kreeg hij een antwoord. Vader heeft het geld gestuurd. Kreeg een antwoord van het ministerie van Defensie om hem te bedanken voor het geld. Toen zei hij, nou, that's it. Nou betaal ik geen belastinggeld meer. Helemaal niet meer? Nee. En toen was het natuurlijk wel moeilijk. En toen wilde vader ook nu gebruik maken van de voordelen van een staat. Mm-hmm. Zoals, hoe noem je dat, post. Post en gemeentereiniging en wat is nog meer noemen, treinen en al zulke soort dingen. Dus vader ging fietsen en toen zijn ze opgehouden met überhaupt geld te gebruiken ook. Je vader begint die school voor zijn 4 dochters, hè? En zijn 4 oudste dochters. Hoe komt het dat er op? Dat toch vrij snel uitgroeit tot een echt schooltje, tot die kindergemeenschap, de werkplaats? Nou, ik weet niet of je het vlug noemt, gauw. Maar we begonnen dus met 4. Toen moesten we hier na een paar maanden weg. En toen zijn we gekomen in het huis van Van Kerdijk. Mm-hmm. En toen kwamen er kinderen van vrienden. Die kwamen ook. En als ze kwamen in dat andere huis, waar mm-hmm. weer ruimte was,
moesten ze wel een stoel en tafeltje meebrengen, want er was niets, we hadden niet. Ja, het gebouw dat we nu binnenlopen, dat is de eerste echte school, hè? Het eerste gebouw van de werkplaats. Ja. Niet van de school. Wij oudwerkers en medewerkers, wij praten veel liever over de werkplaats. En die vader was niet gesteld op het woordje school. Mm-hmm. Dat had zo'n bijklank. Ja. In de tijd dat de werkplaats begon. Er hangt hier in de hal nog een plattegrond van het gebouw. Een heel bijzonder gebouw. Ja. Met een vierkant gedeelte, maar ook een rondlopend gedeelte. En daar zitten eigenlijk alle lokalen in, hè? Ja, en dit is later bijgebouwd. Dat was echt de zaal die je zo meteen zal zien, waar echt de voorstellingen zijn geweest. Zo'n heel stuk van Shakespeare en waar we ook de personen, waar de muziekuitvoeringen gehouden werden. Dit was de natuurkundekamer. Ja? Waar natuurkunde, ja, waar ze les gaven. De school groeit langzaam. Eind jaren 30 zitten er 150 leerlingen op de werkplaats. Eén van hen is de nu bekende historicus Herman van der Dunk. In 1937 emigreren zijn ouders naar Nederland en krijgt zijn vader een baan als leraar op de werkplaats. De 8-jarige Herman komt op een heel ander soort school terecht dan hij in Duitsland gewend was. Ik kwam van een echte Duitse stadsschool in Keulen. Een oude drill, 64 jongens in de klas. En dat waren echt vreselijke ouderwetse drillmethodes daar. Ik werd ook geslagen, dat was volkomen normaal. En ik vond het een vreselijke school. Maar ik dacht, nou, zo zijn scholen. School is een soort gevangenis. En dan kom je op de werkplaats, die natuurlijk ook binnen het Nederlandse onderwijs, nou werkelijk het extremum was van ja, humaniteit en waar je dus de leraar mocht tutoyeren, dat is alleen maar een uiterlijkheid natuurlijk, maar toch ook niet helemaal onbelangrijk. Dus dat was eigenlijk alsof je in de hemel kwam. Ik herinner me wel dat ik de eerste week natuurlijk toch nog ook volmaakt gedesoriënteerd was, want om te beginnen verstond ik geen woord Nederlands. En ik had het gevoel, het is natuurlijk volkomen iets chaotisch. Je was in Duitsland gewend en een geweldige discipline. Je marcheert en bij wijze van spreken de klas binnen op commando enzovoort. En ik had eerst een ontzettend rommeltje. Maar nou wen je gauw aan rommel en aan chaos. En bovendien ontdek je al gauw dat het helemaal niet zo chaotisch is. Maar het zijn gewoon andere regels natuurlijk. En nou, ik moet zeggen dat ik al heel gauw na een paar weken me dat buitengewoon thuis voelde. En het was inderdaad, ja. De overgang kun je niet groter voorstellen dan van een Duitse school zoals die toen was. Want in de hele wereld is het onderwijs natuurlijk veranderd, ook in Nederland. Mm-hmm. En de werkplaats die toen al, ja, waar een omgangssfeer was tussen medewerkers, zoals ze dan heten, dus de leraren en de leerlingen, de werkers. Van vriendschappelijkheid en ofschoon ik aan de andere kant moet zeggen, daar worden natuurlijk ook wel eens, werden natuurlijk ook wel eens dolle verhalen verteld. Er was natuurlijk een degelijk orde en er was ook discipline. En er werd ook wel wat geleerd. En ik heb nog wat geleerd ook, ja. U kreeg er ook les van Kees Boeken. Maakte die man toen op u als kleine jongen grote indruk? Ja, zonder meer. Het was toch wel een uitgesproken vaderfiguur. Aan de ene kant had hij natuurlijk dus dat principe van kinderen en volwassenen moeten eigenlijk, die waren als vrienden met elkaar omgaan, die waren geen tutoyeren, dus formele afstand. Maar hij straalde zelf natuurlijk een enorme, toch geweldig moreel gezag uit. En hij was op zijn manier natuurlijk ook heel streng. En je zou kunnen zeggen, hij had ook misschien in sommige opzichten iets hypocriets, dat hij bepaalde termen, hij zei, wij straffen nooit. De leerlingen, als ze iets fout doen, een lopende band, dan moeten ze, dat heette dan, de gevolgen dragen van je daad. Dat was een hele mooie formulering. Maar dat ging meestal zo. Je had de ronde. Dat was een soort rechtbank bestaande uit leerlingen, meestal oudere leerlingen, of soms ook altijd jongeren uit. Iedere groep was er één bij, en leraren.
En als je dus een of ander geweldig vergrijp had, iets had misdaan, dan kwam je voor de ronde. Dat was iets heel ernstigs. En daar zaten de mensen ook echt bij, met gezichten. Nu, als je ze nu op die oude schilderijen ziet, niet waar, waar de regentessen van een weeshuis bij Frans Hals met vreselijk ernstige, strenge, calvinistische gezichten zitten te kijken. Dus dat was helemaal niet zo leuk. En daar werd dan eindeloos gepraat van hoe komt dat nou en zie het in. Dus je werd daar echt moreel gemangeld. Hè? Niet straf in van strafregels schrijven, dat vond hij juist mechanische flauwekul. Nee, je moest tot inzicht komen. Dat was veel erger natuurlijk dan wanneer je eens een draai om de oren kreeg. Of wanneer je zegt, schrijf 150 keer op, ik mag dat niet doen. Dat is natuurlijk volmaakt stomzinnig. Hè? Maar hier werd echt, je werd echt moreel gemangeld. En nou ja, dan werd er beslist wat je moest doen. En dan moest je dat goed maken door bijvoorbeeld, weet ik wat, een week lang ook met de dienstploeg te helpen. Dat we zeggen, dienstploeg, dus de werkers zelf, de leerlingen moesten het gebouw zelf schoonmaken. Ook al omdat er geen geld was voor werksters. En tegelijkertijd, Boeken was in dat opzicht, had hij iets geniaals. Doordat hij het noodzakelijke en het ideale wist te combineren. Hij zei, nou dus, kinderen moeten toch tenslotte ook leren hoe je een kamer moet vegen en hoe je glazen moet zemen. Dus dat moet, en tegelijkertijd bespaart het onze werkster. Maar het woord straf was taboe. Hè? Het samen zingen in de tijd van Kees Boeken was een heel elementair gegeven. En dat is natuurlijk helemaal uitgegaan toen hij wegging. En zeker, ja, zeker nu, bedoel ik, dus ja, dat zijn muzieklessen neem ik aan. Misschien ook goede, dat weet ik niet. Maar ja, die zijn op vele scholen. Maar hier het samen, en vooral het vaak, als Boeken dan op een gegeven moment, dan was er een gebeurtenis en zei, nou vandaag wordt er even geen les gegeven, we komen allemaal bij elkaar, we bespreken dat. Hè. Of er werden, als zodanig bij die gelegenheid werd al gezongen, dat had dan natuurlijk ook iets van een, ja ik zou bijna zeggen, een religieuze bijeenkomst. Hè. Kijk, Kees Boeken zelf kwam natuurlijk uit de Kwekerbeweging. Mm-hmm. En hij heeft verschillende, of schoon hij zelf, daarvoor was hij ook weer veel, aan de ene kant te onafhankelijk, aan de andere kant ook weer te veel prima donna, want dat was natuurlijk ook, hè, om zich helemaal in het kwekergareel te voegen. Dus ik geloof niet dat hij tot het laatst toen nog echt ingeschreven kweker was, of ik weet niet hoe dat gaat bij de kwekers, maar hij heeft natuurlijk altijd nog bindingen daarmee gehad, en ook bepaalde gebruiken overgenomen. Bijvoorbeeld, wat typisch voor kwekers was, was dat het begin van een bijeenkomst, als er eerst stilte was, hè, men zweeg samen. En dan stond iemand op en vertelde iets wat hem net te binnen schoot. Nou, dit samen stil zijn, dat was ook bij Kees Boeken, bij bepaalde gelegenheden, een heel elementaire zaak. Dus bij muziekuitvoering begon hij altijd met stilte. En dat bereikte hij, ik weet nog, een van zijn oudere medewerkers heeft me dat nog verteld. Het was fantastisch. Met zijn rug was hij in staat om zo'n hele kerk, want daar zat dan natuurlijk het publiek, inderdaad stil te krijgen. Dus voordat de Matthäus Passion begon, ja, hij stond daar dan die lessen aan, stond hij zo dan, en dan wachtte hij. En dan werd inderdaad zo'n hele kerk, Pieterskerk in Utrecht, of de katholieke kerk hier, die werd dan stil. En dat duurde dan een geruime tijd, kon je echt een speld horen vallen. En dan begon hij. Je kon toen op de werkplaats, die was toen nog niet erkend, en je kon toen geen eindexamen doen. En in 1946 was het dus zover dat ik langzamerhand dus nog naar een eindexamen toe moest. Dus toen ben ik nog drie jaar zelfs hier in Bilthoven op het Nieuw Lyceum geweest. En het feit dat je ook eens een gewone Nederlandse school leerde kennen, vond ik heel goed. Want je kreeg tegelijkertijd, de werkplaats was natuurlijk ook een beetje sectarisch. En daar kreeg je ook wel eens een beetje een minderwaardigheidscomplex van, hè? Van, je keek geweldig op tegen de gewone school waar men zo hard leerde en zoveel wist. Dan viel dat ook wel mee, dat merkte ik toen ik op het lyceum kwam. Maar als werkplaatser had je zelf een beetje ook het gevoel, nou het is je vreselijk leuk en gezellig, maar we leren hier natuurlijk lang niet zoveel als op een gewone school. Want daar is ijzerdiscipline en daar zijn cijfers en hier gaat dat allemaal veel gemoedelijker toe. Zo gemoedelijk was het niet, want er werd wel degelijk natuurlijk lesgegeven, behoorlijk lesgegeven, er werden wel degelijk eisen gesteld. Alleen er werden geen cijfers gegeven, het zitten blijven bestond niet. Hè. Als je dus achterop raakte, nou ja goed, dan werd dat natuurlijk wel, men probeerde er wat aan te doen. Maar het ging niet zo, nou ja, zo klassikaal en zo scherp. Dus bij veel werkplaatsers bestond ook iets van een middelwaardigheidsgevoel hè, van, we zijn werkplaatsers. Want de werkplaats was natuurlijk een outcast onder het Nederlandse onderwijs. Voor de oorlog, in de oorlog. Dat veranderde toen de prinsessen op school kwamen. Daar begreep Nederland niets van natuurlijk. Hè. Dat bij een man als Kees Boeken, die ja, pacifist en antimilitarist, en hij gold natuurlijk als erg links, en wat hij deed, die waren eigenlijk toch wel met geweldige fronsen. En men begreep er dus niks van
dat in 1946 de koningin haar drie dochters op de werkplaats deed.